Het is zaterdag, de dag van het feestje. En Quincy weet niks. Ik ga nu met Quincy naar Ros. Quincy gaat mij een make-over geven. Ze weet wel niks. Je gaat mij een make-over geven vandaag? Ja. Ik heb er zin in. Ik niet. Ik heb vannacht hierover gedroomd. Dat ik zoveel make-up op had en dat ik zo anders was. Dat ik mezelf niet meer herkende. Dat ik heel hard moest huilen toen ik in de spiegel keek. Nou, dan gaan we je droom uit laten komen. Terwijl Bibi en Aisha in charge zijn voor de versiering en de taart, gaan Melanie en Quincy op jacht om een geschikte outfit te scoren voor Melanie. Quincy denkt namelijk dat zij en Melanie na de makeover samen Insta-foto's gaan shooten. Quinn, vertel, wat gaan we doen? We gaan hakken scoren voor jou. Dit zijn mijn schoenen nu. Oh, ik voel me heel gek. Oh, ik vind dit amazing. Oké, doe een catwalk loopje. Ja. Kijk even, ik zit vast, lieverd. Oh. Ik vind het wel mooi. Het is heel mooi. Maar wel hoog. Ik zit nu in de waskamer en ik weet niet waar Quincy is. Maar de meiden zijn nog niet eens bij Tark. Die meiden moeten nog boodschappen doen. En het freakt mij echt heel erg uit. Maar ik ben heel Quincy bezig. Ik ben echt random shit aan het passen. Ik heb gewoon die hele rekken leeg getrokken. Nu hoop ik dat ik niks leuk vind als kostuum. Moet ik op de kopen? Ze is zo aan het stralen. Echt schattig om te zien. Ik ga nog even een corrigerend broekje voor haar zoeken. En dan is ze er helemaal klaar voor. Echt een pop. Ik heb nippelcover hakken. Ik vind wel, dit was wel exact wat ik wilde. En ik heb de allermooiste jurk ever. Ik vind het heerlijk dat jij die twee draagt. Oh. Terwijl Melanie Quincy zo lang mogelijk bezighoudt, gaan Bibi en Aisha bij de Hampshires aan de slag met het bakken van de taart. Gelukkig staan ze er niet helemaal alleen voor. Chavez, are you gonna help us? Do you know where the bowls are? These ones? No, that's a pen. We need something you can... What do you mean? Like a mixing bowl, like right there. I'm not your bro, and I'm this. This is what I mean. Don't throw anything like I did, guys. How did you do that? Mixing noodles without water. Je hebt iets van 9 seconden om te laten zien hoe je bent. En dan straks kom je er als een nieuw persoon uit. Oké, ja, doe maar. Komt-ie. Oh, kut, moet ik kassen. Ja, dit is perfect. Ik zeg je eerlijk. Je treuzelde zo erg dat de timing perfect was. Hier, ze hebben wel een elektrische, want dit hebben ze. Ja. Dat moet hier zijn, hè? Where would your mom put this so you can't touch it? You take these? Ja. Hey, it's here. Yeah! Let's see if this goes. Do you know where the cups are? I mean, like, when you measure for baking... You need like 2 cups or 3 cups, and then you have something to measure that with. Do you know where that is? No? Okay, that's fine. Yeah, I just know. You don't need to know. Aan Chavez hadden we niks. Nee, joh. Nee. Hij weet niks. Staat hier? I think this is a cup. This is what? Welke pan gebruiken we? Pan? Je bedoelt de overbak, overschaal. Ja. Ja, ik moet even weer zoeken. Hier is de taartdingen. Nee. Ze maakt toch wel taarten, even serieus. Nee. Echt wel taart, hoor. Hallo, donkere mensen doen dit soort onzin niet, hè? Ja, dat vraag ik toch aan jou. Je had gewoon een kant-en-klare taart en dan noem je het een dag. Is dat zo? Ja. Dit is denk ik ongeveer of iets meer, maar dat kunnen altijd meer bij doen. Dan moet er een ei, 3. Kijk, nu rust. Ros. Ros. Wat heb je allemaal bij je, jongen? Jee, man, doe even niet zo overdreven. Dus gebruik ik gewoon dagelijks. Echt? Broer, ik draag hier niet eens make-up. Ja, maar dit is ook zo overdreven. Broer, anders zit je haar toch in de weg? Oké, ja. Ik zeg niks. Nee, je mag je niet bemoeien. Is dit een zenuwenlachje? Nee, zeker niet. Ik heb nergens last van. Even opwarmen tussen zijn vingers. Maar wat is dit? Mag ik even weten? Wil je even benoemen wat je doet?
Oh, dit is primer. Oké. Okay. Nou, maar ik hoef niet van die donkere heksenwimpers. Ja, jij hebt niks te zeggen. Ja, schat, ik ben nog... Eens je wimpers. Het is nog mijn gezicht. Doe je ogen dicht. Ja, zeg dan dat ik mijn ogen dicht. Ja, ik zit toch veel... zo ja, voor je ogen. Ja, maar schat... Misschien was je wel... Oké, okay, doe je ogen dicht. En je mond ook. Ja. Denk je dat hij al klaar is? Nee. Nee, hè? Oké, okay, laten we decoreren. Maar hij gaat er wel in. Hallo. You're perfectly on time to help us. Ga straks verder, stofzuiger. Daar is een grote liefde, Bibi. Mijn grote liefde? Hij is toch verliefd op jou? Oh, dat weet ik niet. Wat vind je hier zo stom aan? Want ik denk niet dat jij het zo stom vindt als je zegt. Ik denk dat... Ik ben het niet gewend. Ik denk dat dat het eerlijkste antwoord is wat ik kan geven. Maar en ik gun het mezelf ook niet. Oh. Oh. Dat moet je even toelichten. Nou, het kost gewoon allemaal heel veel tijd en... Dat geef ik dan liever aan anderen, denk ik. Wow, we komen hier tot de kern. Hoe omschrijf jij jezelf? Vroeger dacht ik altijd dat ik zelfverzekerd was, maar dat ben ik echt niet. Dat is gewoon een houding die ik heb. Nee, ik vind je niet zelfverzekerd. Nee. Ik vind dat jij heel veel voor anderen doet. Mm-hmm. En dat is jouw kernpunt, maar ook je valkuil. Mm-hmm. Ik geef altijd zoveel. Mm-hmm. En mijn eerste familie werd dat allemaal iets minder gewaardeerd, kwam ik achter toen ik wegging. En ik ben hier wel ingegaan van oké, we kunnen niet opnieuw alles wat ik heb gegeven en alle energie direct erin gooien. Maar ook dat was hier gewoon goed. En het is gewoon goed hoe ik ben. Niet kijken! Nee, sorry. Ik vind het echt niet grappig. Ja, natuurlijk zie je er nu niet uit. Je lijkt wel ziek omdat het nog niet klaar is. Ik ga alle telefoons hier weghalen. Oh, denk wel. Alsof Nederlanders fijne geboortedag op hun slinger zetten. Niemand zegt dat. Doem zo. I'm gonna ask your kids to help us blow. Because we're not gonna finish it on time. Ik schaal het me uit, y'all. But it's a shark. And it doesn't really match with the thing. But... No, but she likes sharks. Does she? No. Ik heb nooit piata gedaan. Ook niet. Blackbird was voor kinderen. Ja, weet je wat Joost moeder zei? Ik heb nog nooit in mijn leven voor een kind ouder dan 12 een piata gezagen. Maar echt gewoon serieus. Ik zo, oh. Nee, doe even normaal. Nee, jongen, je hebt een korreltje op je. Die moet ik even wegblazen. Oké, wacht. Jij denkt dat ik van die voeding... Van die voeding kan je echt niet je klep houden, jongen? Ik ben toch met je lippen bezig? Ik zit even te denken hoe we dit gaan doen. Ja, dat vraag ik me ook af. Ik hoef niet 2 meter lange wimpers. Jongen, ik heb toch de minis voor je meegenomen? Oké. Okay. Omhoog kijken. Je eerste wimpertje! Het voelt heel gek. Het voelt een beetje alsof het gesneeuwd heeft en er sneeuw op mijn wimper ligt. Zo voelt het. Ook omdat het een beetje... kouwig voelt. Dus de lijm die moet drogen. Lijm? Ja, hoe denk je dat het plakt? Met spuug? Ik ben gevoelig voor allergische reacties, hè? Ja, dat is jouw probleem. What do you think? Good. Yeah? Which eye is more pretty? That one. Mm-hmm. It has more. Mm-hmm. I know. It's all fake. Ja? Ben je klaar? Ja. Now get a dress on and wear high heels. Done. The tickle. Ja, yeah, that's it, girl. En terwijl Kennedy ook een mini-makeover krijgt... heeft Melanie zich in haar jurk gehesen. En is ze klaar voor de big reveal. Ooh.
Wat vind je? Je lijkt op Aspoester. Ik wil het heel graag zien. Oké. Kijk, hier heb ik over gedroomd. Quincy, even op. Bizar. Dit is totaal niet ik. Maar vind je het mooi? Zeg eens wat. Ja, nee, ik weet niet wat ik moet zeggen. Vind je het mooi? Ik vind het mooi gedaan. Maar het is niet... ik.